Goedemorgen, beste mensen. Het is 9 uur. We kunnen er mee beginnen. Ik wil u graag natuurlijk welkom heten op dit webinar. Eerst even nog enkele kleine dienstmededelingen. Mocht tijdens de sessie uw scherm zwart worden, heeft dat vaak te maken met uw screensaver. En dan is het meestal voldoende om eventjes de muis te bewegen. Mocht er tijdens de sessie toch een probleem ontstaan, het zij met het beeld, het zij met het geluid, dan is de eenvoudigste methode om daaraan te remediëren, gewoonweg uit te loggen en de opstart- of de inlogprocedure volledig opnieuw uit te voeren. Dat is de eenvoudigste en snelste manier om een communicatieprobleem meestal op te lossen. Goed, dan kunnen we van start gaan. We gaan even naar de agenda kijken. In eerste instantie wil ik met u kijken naar waar is nu die paperless office heen gegaan. Dat is iets wat ons toch al een hele tijd beloofd is en daar willen we graag eens naar kijken waar is die nu naartoe. Hoe kunnen we dat dan oplossen en hoe kunnen we die oplossing ook aanpakken? Zijn dan de volgende punten. En tot slot gaan we afronden met een besluit natuurlijk en ook met een vragenronde als u dat wenst. Dus de paperless office, waar is die heen? Dat is eigenlijk al behoorlijk oud. Dat concept van de paperless office is voor het eerst verschenen in 1975 in een artikel van Business Week, het zakelijke magazine. Engelstalig. En daar is dus dat concept van de paperless office voor de allereerste keer geopperd als een marketingconcept. Maar goed, dat is toch vrij snel opgepikt, onder andere door een rank Xerox. En in die evolutie, dat pad heeft zich dan verder ontwikkeld, zeg maar. En in de evolutie is een belangrijke stap gebeurd met in begin jaren 80 met de doorbraak, of een belangrijke doorbraak, met het feit dat de PC's op een betaalbaar niveau zijn gekomen. Die PC's die zijn dan verder gekoppeld binnen netwerken en dan kregen we dus de mappen en de structuren waardoor we zaken konden beheren op een gestructureerde manier, beschikbaar stellen voor mensen binnen het bedrijf of onderdelen binnen het bedrijf. En midden jaren 90 is er dan de veralgemening gekomen van de scanners op de markt en ook van de document management softwares. En dat betekent eigenlijk dat we momenteel, sinds meer dan 20 jaar, hebben we eigenlijk alle middelen in huis om in principe volledig papierloos te werken. We hebben inderdaad de verschillende computers, individuele toestellen, gekoppeld in netwerken, de nodige opslagcapaciteit, die is ruimschoots aanwezig. Met de scanners kunnen we inderdaad alles digitaal maken, wat eventueel digitaal moet gemaakt worden. We hebben de nodige software om het allemaal te beheren, te delen en ga ze maar door. Maar dus de realiteit is dat we zien dat het toch niet, zich niet realiseert. De volledige digitalisering of het paperless office is een harde dobber om te bereiken. Dat is zowat het minste dat men kan zeggen. En dan kun je dus inderdaad stellen, wat ontbreekt er eigenlijk, wat missen we dan nog om dat inderdaad te bereiken. Je kunt ook eigenlijk er naar kijken, waar zit de denkfout als het ware? Waarom gebeurt het dan niet? Hè? En dus waar zit die denkfout nu? Wij denken dat die denkfout te vinden is in het feit dat we ervan uitgaan, in het algemeen gaat men ervan uit, dat als we binnen een organisatie een hoeveelheid technologie in huis halen, zij hardware, zij het software, dat we dan ook direct weten hoe we die technologie goed kunnen toepassen. En in de realiteit blijkt dat toch een relatief harde dobber inderdaad te zijn. Het is dus niet zo dat als ik een machine of een software koop, dat ik zelf, maar ook wij samen binnen de organisatie, dan meteen ook weten hoe we dat systeem goed moeten gebruiken. Dus die denkfout, dat is een denkfout die wij menen te
ontwaren en die wij zien, die eigenlijk vaak gebeurt. Ik koop een scanner en het zal allemaal snel in orde komen. Dan wil ik met u dit moment eventjes stilstaan bij de top 5 van de knelpunten die men ervaart wanneer een bedrijf naar de digitalisering gaat. En het eerste, wij hebben die knelpunten goed genoteerd, wij komen die heel vaak tegen. Wij hebben die goed gedocumenteerd. En het eerste punt dat je eigenlijk ziet is, ik heb geen idee, of niet een precies en exact idee, over hoe mijn collega zijn documenten precies bewaart en ook beheert. Dus iedereen doet een beetje naar eigen kunnen en vermogen, en dat is met de beste bedoeling, zonder enige twijfel. Maar dat is toch voor de ander, voor de collega, is dat soms moeilijk te achterhalen hoe die collega het precies doet. En er ontstaan dus, hoewel je zou denken dat er in principe met die technologie dat de zaken meer naar elkaar toe groeien, in principe zie je dus dat vaak niet het geval is en dat er eilandjes van informatie ontstaan. En die communicatie tussen die verschillende eilandjes moet dikwijls gewoon via de mensen gebeuren. Het volgende punt is het... Moet ik klikken? Sorry. Het volgende punt is het zoeken duurt lang binnen het systeem en men ervaart het dan gemakkelijk als te lang. Punt 3 is, we zijn niet altijd zeker wie alle informatie heeft van een bepaald dossier. En dan zijn de mails daarin een heel vaak voorkomend probleem. Dat zal u allicht niet onbekend zijn. Punt 2 is, we zijn niet altijd zeker of ik wel met de laatste versie van een bepaald document werk. En dat kan toch erg vervelend zijn. En dan het topprobleem is eigenlijk dat men ervaart, of het belangrijkste euvel is dan dat men ervaart dat het opslaan van de documenten naar het systeem, of het registreren van de documenten binnen het systeem, eigenlijk te lang duurt. Het is te omslachtig. Het systeem vraagt dus te veel extra werk. En dat is natuurlijk ook een probleem, want als dat zo is, dan gaat men een systeem soms links laten liggen en maar of niet helemaal gebruiken zoals het hoort. Die top 5 van die knelpunten die wij hebben genoteerd, geregistreerd eigenlijk, die maken dat wij bij Aries een digitaliseringsproject als niet geslaagd gaan beschouwen, indien verschillende mensen dezelfde informatie bijhouden, want dan krijg je problemen met de versies. Indien je niet meer zeker bent wie alles heeft van een bepaald dossier of een bepaald onderwerp. Of ten derde, als je technologie in huis hebt die eigenlijk niet wordt gebruikt. Als één of meerdere van deze factoren aanwezig zijn binnen de organisatie die met een digitaliseringsproject is aan de slag gegaan, dan lijkt het ons dat je niet kunt zeggen dat project goed resultaat heeft gehad. Maar goed, wat hebben we dan inderdaad wel nodig om het goed te doen? Wat is nodig om te vermijden dat de oplossing, de digitalisering, dat die oplossing eigenlijk een deel wordt van het probleem? Want dat is wat er dus vaak gebeurt. En in principe kun je stellen, men heeft een methode nodig, een juiste manier van werken, die past bij uw mensen, binnen uw organisatie, en die u helpt dus om beter en sneller uw administratief werk uit te voeren. Zo eenvoudig is het. Het moet duidelijk zijn dat bij documentbeheer de doelstelling, zo brengen wij die naar voren, moet zijn de juiste informatie bij de juiste medewerker, wanneer hij of zij die informatie nodig heeft, en dit op de meest economische wijze. Dat is de eenvoudige doelstelling waarover het moet gaan, lijkt ons. En, excuseer me, daarvoor moeten de nodige zaken op poten gezet worden. Dus Aries heeft die methode ontwikkeld. We noemen die IDOS. En IDOS staat voor integraal, want die methode geldt voor alle soorten documenten. Dus de elektronische documenten, logischerwijze, de mails, de gescande documenten, de eigengemaakte documenten. Maar ook indien
noodzakelijk. Het papier, alle soorten documenten, daar gaat het eigenlijk over. Maar natuurlijk ligt vaak de focus op het digitale. Sowieso. Het gaat over de documenten, IDOS, integraal, document, organisatie, want het gaat over een manier van werken met die documenten, en dan ook een systeem, want het gaat over een systematiek, en we weten dat technologie, hardware en of software, zonder echt systeem in principe waardeloos kan genoemd worden. Het doel van IDOS is dus om samen met u binnen uw organisatie een optimaal werkend digitaal documentbeheersysteem op te zetten. Een werkend systeem, dat is het uiteindelijke doel. Voor minder mag u niet gaan. En hoe gaan we daarbij nu te werk? In eerste instantie moeten we bepalen waar de behoefte voor uw organisatie ligt. En daarvoor werkt IDOS in eerste instantie met een scan. We hebben de IDOS-scan. De IDOS-scan stelt een aantal vragen binnen uw organisatie en kijkt dan naar de is-situatie en ook naar de gewenste situatie. Hoe het nu is, dus die vragen worden bekeken. Hoe is het nu? Hoe zou u het wensen? Wat zijn de gevolgen daarvan? En we willen die vragen dan ook beantwoorden op het niveau van het individu, de afdeling en ook de organisatie. Goed, die vragen, dat zijn er meerdere. U ziet ze hier allemaal verschijnen. Die methode, deze scan, dient er dus toe om u de mogelijkheid te geven om de problematiek op een brede manier en op een gestructureerde manier te bekijken en te benaderen. En zodanig om op een efficiënte manier tot een goede oplossing te komen die ook bij u zal passen. Dat is natuurlijk waar het echt over gaat. Na de IDOS-scan gaan we dus vervolledigen met de verschillende volgende IDOS-fases. We hebben die scan, zoals ik zei. Wat is het beeld? We gaan kijken naar de uitdagingen. Waar lopen we nu tegenaan? En wat zijn die gevolgen van die punten, die fenomenen die zich voordoen? We hebben de doelstellingen. Wat willen we meer en wat willen we beter doen? We gaan criteria noteren, formuleren. Het moet zo zijn dat. Dat moet de bedoeling zijn van deze fase. De criteria van het systeem waaraan het moet voldoen. We gaan uiteindelijk ook een projectbeschrijving maken. Dit is wat we gaan doen en we gaan het op deze manier ook uitvoeren. En tot slot hebben we een fase van delivery, als het ware, implementatie en ook opvolging. We gaan er dus voor zorgen dat u met IDOS gaat u een werkend systeem krijgen. Dat wordt geïmplementeerd voor de toepassing waarvoor we hier dan willen werken. Maar er is ook een opvolgingsfase voorzien, zodat het systeem ook verder opgevolgd wordt en dat het systeem ook bijgestuurd kan worden waar het eventueel nodig zou zijn. Goed, en het gevolg is dus inderdaad een werkend systeem. De juiste informatie bij de juiste gebruiker, wanneer hij of zij die informatie nodig heeft. Daar gaat het eigenlijk over. Het systeem moet ervoor zorgen dat u geen documenten kunt verliezen. Dat moet een garantie zijn, en dat is heel duidelijk. Daar is geen weg tussen. Voor de gebruikers moet het systeem dan eenvoudig en snel werken. En ook aangepast zijn aan hun eigen situatie. Essentieel, die intuïtiviteit is zeer belangrijk. Alle documenten, elektronische documenten, zullen zich op één plaats bevinden binnen het systeem. Het systeem moet ook veilig en zeker zijn. Veilig qua toegangen, zeker bedrijfszekerheid. Is een belangrijk aspect. Naarmate je meer digitaal gaat werken, word je er ook meer afhankelijk van en heb je inderdaad bedrijfszekere systemen nodig. En die veiligheid, daar hebben we het dan over toegangen en ook rechten. Dus wat kunnen de gebruikers zien en wat kunnen die gebruikers met die documenten dan eventueel ook doen? En tot slot, een laatste aspect van hoe het systeem moet werken is, het moet ook makkelijk mee kunnen evolueren met de tijd. Want documentbeheer is iets wat
is geen statisch geheel, absoluut niet. Dat is iets wat verandert. De omstandigheden in de markt wijzigen. U moet zich aanpassen aan diverse vereisten, zeg maar, wettelijk, maar ook commercieel. En het systeem moet zich dus heel makkelijk mee aanpassen aan die wijzigende, behoeften. Pardon. En dan kunnen we eigenlijk komen tot het besluit wat wij hier willen treffen. Dat is, digitalisering is inderdaad een prachtige tool waar je heel mooie resultaten mee kunt bereiken. Het vraagt daartoe wel een gestructureerde aanpak, dat is zeer belangrijk. Bedenk ook dat Rome en Parijs niet gebouwd zijn in één dag en uw digitaliseringssysteem zal dat ook niet worden. Dat is een realiteit. Je mag daar niet al te veel eisend in zijn, je moet reëel zijn en zo. Dat is wat we daarmee willen aangeven. Maar wat heel belangrijk is, het kan ook voor u perfect werken. Het is binnen het bereik van elke KMO, zolang je het maar op een slimme, goede manier aanpakt. Dit is eigenlijk de inhoud die ik vandaag wilde brengen. Je kunt daar veel meer over uitweiden, dat lijkt me duidelijk. Ik wou eventjes kijken of er inderdaad al welke vragen er zijn binnengekomen. Daarvoor moet ik die chatfunctie eventjes consulten. Ik heb hier een vraag. Waaruit bestaat die oplossing dan? Ja, als we dus inderdaad, ik zei, ik heb aangehaald, het gaat over de bedoeling moet zijn een werkende oplossing. En het is dus logischerwijze zo dat dat de oplossing die met IDOS opgezet wordt, vaak zal bestaan, niet altijd, maar vaak wel, uit een document management systeem, dus een elektronisch documentbeheersysteem, waarmee je documenten op een heel efficiënte manier, je elektronische documenten op de meest efficiënte manier zult kunnen beheren. Maar dat is dus, dat is ook weer techniek, dat is of technologie, dat is een softwarepakket, maar we gaan er dus inderdaad voor zorgen dat dat softwarepakket volgens de wensen en de noodwendigheden van uw organisatie ook zal ingericht worden en opgezet worden, zodat u als organisatie die dat systeem optimaal zult kunnen gebruiken. Dat is een heel belangrijk aspect. Dus, maar we gaan in principe kijken naar de diverse soorten documenten waaraan u wilt werken. En dus we gaan op die manier de oplossing verder opzetten. Wou nog een tweede vraag dan bekijken eventueel? Oh ja, wat gaat er dan gebeuren met het papier? Wel, het is zo dat papier, net als digitaal, is voor Aries een middel. Een middel om een bepaald doel te bereiken. En waar dat papier efficiënt kan ingezet worden, dan kun je dat zonder twijfel ook overwegen. Maar als het beter is om het op een andere manier te doen, namelijk inderdaad digitaal, dan moet je dat ook doen. En dus, het is zo dat wij zullen geen middel in principe voortrekken tussen aanstekers. Het gaat er maar over, wat is de behoefte van de organisatie? We willen de juiste informatie bij de gebruiker hebben, wanneer hij of zij ze nodig heeft, en dat op de meest economische manier. En de middelen, de diverse middelen, moeten daarvoor op de meest efficiënte manier ingezet worden. Het is zo dat met papier werken, dat is iets wat we natuurlijk, waar we veel ervaring in hebben. Dat al of niet efficiënt gebeurt. Dat kan zo zijn, dat is soms wat minder. Maar digitaal werken is een andere manier van werken. Het is niet zomaar minder werk, het is ander werk. En dat is iets wat natuurlijk ook moet meegenomen worden binnen het geheel. En dus wij zullen die vraag, wat is de rol van papier? Dat hangt puur af van de toepassing en van het soort dossier waarover het gaat en wat u als organisatie ook nodig heeft. Goed. Ik wil nog een volgende vraag eventueel bekijken. Als je dat moet invoeren voor een organisatie, is dat niet veel werk? Ja. Wel, ik denk dat de vraagsteller hier bedoelt. Wordt dat niet heel veel allemaal om dat binnen een organisatie in te richten.
Wij willen daarover wil ik zeggen, het is ook niet nodig om het allemaal ineens te doen. Dus je kunt goed kijken naar welke toepassingen zijn er in de organisatie, welke toepassingen vragen het snelst om verbetering, om efficiëntieverbetering, welke het ook mogen zijn. En dan kunnen we ons daarop richten. Dus het is perfect mogelijk om die problematiek van het documentbeheer uit elkaar te halen en naar de diverse toepassingen en op die manier dan verder te kiezen welke toepassing je als het ware het eerst aanpakt en je al in eerste instantie daarop te concentreren. En pas later naar de eventuele andere toepassingen te gaan. Dat is perfect mogelijk. Dat is ook wat bedoelen met die opmerking: Rome en Parijs is niet op één dag gebouwd. Digitalisering is inderdaad een erg breed onderwerp, heel divers, uiteenlopend. En dus je moet goed kijken wat je nu precies wil bereiken, voor welke soorten documenten, toepassingen, waarover het gaat. Dat is een heel belangrijk onderdeel, want het is met die kennis van de verschillende toepassingen dat we er beter voor zullen voor kunnen zorgen om onze middelen, onze tijd en onze middelen op een slimme manier in te zetten. Oké, ik heb hier verder geen vragen meer. Ik ben eigenlijk aan het eind van mijn Latijn tussen aanhalingstekens, in dit geval dan. Maar goed, ik wil u hartelijk danken natuurlijk. De vragenronde die hebben we inderdaad gehad. Als u meer informatie hierover wenst, dan zijn we er heel graag toe bereid om u dat te verzorgen. Hier hebt u mijn contactgegevens. Ik dank u heel vriendelijk voor uw tijd. Ik hoop dat het even boeiend was voor u als voor ons. En dus als u ons nodig hebt, dan horen we het graag. Ik dank u. Tot genoegen.